Leuk dat je kijkt. Ja, ik ben Mischa Blok. Normaal gesproken presenteer ik Radar op Radio 1. Maar vanavond ben ik jullie livestream host. En normaal gesproken kijken mensen op dinsdagavond natuurlijk naar Ellie op patrouille. Maar vanavond helaas geen uitzending, want is het gemeenteraadsverkiezingendebat op NPO 1. Maar het goede nieuws is, er is wel een livestream met een question and answer, een Q&A met Ellie Lust. Je kunt al je vragen aan Ellie Lust hieronder in de comments kwijt en dan ga ik ze voorleggen aan Ellie. Ik krijg de vragen hier binnen via deze tablet en ik ga ze gewoon voorleggen. Nou, ik ben benieuwd. Ja, om te beginnen, je bent naar 6 verschillende landen afgereisd voor deze serie. Wat was nou het land waar jij het meeste, diepste indruk op jou heeft gemaakt? Nou, dat is moeilijk te zeggen, omdat de landen en de steden zo verschillend zijn. Wat je ziet is dat politiewerk, als het gaat over veiligheid en het zorgen voor mensen, dat is een soort van universeel, hè? Dat is overal hetzelfde. Maar de omstandigheden en de middelen waarmee de collega's hun werk moeten doen, dat verschilt enorm. Maar als ik iets zou moeten zeggen over dat wat het meest is bijgebleven, dan is het toch wel het menselijk leed. Ik ben in Bogota, die aflevering heeft iedereen al gezien, ga ik vanuit. Ben ik meegeweest met een instap in een drugspand. Ja, daar lagen mensen over elkaar heen te krioelen. Dat was afschuwelijk om te zien. En wat ik niet kan laten zien is natuurlijk de stank, want het stinkt daar ook nog enorm. Maar de kindertjes in Kenia, die vochten om eten. Weet je, dat is heftig. En de komende dinsdag, volgende week, ben ik in San Francisco, waarin ik meedraai met de collega's van de Homeless Unit. Mm. En dat is een speciale afdeling binnen de politie van San Francisco die zich speciaal richt op alle daklozen. En dan hebben we het over duizenden daklozen die op straat leven in San Francisco. Dat is heel heftig om te zien. Ja, dus dat zien we aanstaande dinsdag. Ja. Er komen inmiddels al vragen binnen. Dank daarvoor. Om te beginnen met een vraag van Margreet, je komt zo krachtig over en toch wil ze weten, ja, ken jij angst en in welke situatie ben jij het meest bang geweest in deze serie? Nou, angst is een goede raadgever, Margreet. Dus het is ook belangrijk, hè, om soms angst te voelen. Ik ben geen bang mens, dus ik ben niet zo goed in bang zijn. Maar er zijn wel situaties waarin ik heel voorzichtig ben. En dat hebben we bijvoorbeeld in de tweede aflevering kunnen zien. Nee, de derde moet ik zeggen, was in Albanië. Dan ben ik op een gegeven moment op de grens met Kosovo. Dan zitten we achter vuurwapen, gevaarlijke verdachte aan. Het eerste wat ik dan zeg is, omdat ik me realiseer dat ik geen vuurwapen, geen dienstpistool bij me heb, maar ook geen veiligheidsvest draag, hè, geen kogelwerend vest. Dat ik wel even voorzichtig moet zijn. Want ik ga natuurlijk niet als een levende schietschijf op die mannen af. Dus dat zijn momenten dat ik heel voorzichtig ben. En verder, ja, ben ik niet zo bang. Weet je, het is controle, hè. Controle is wel een ding altijd voor mij. Ik probeer altijd alles wel onder controle te hebben. Het leven heeft me ook geleerd dat dat niet zo werkt. Het leven heb je niet onder controle. Maar mijn zusje Marja zei ooit heel mooi van, ja, maar als je bij de politie op straat bent en het is spannend en het sein over de portofoon, je weet wel, van die etendiscipline komt, alles is onder controle, staat controle voor veilig. Ja. Dus nou ja, goed. Maar ja, die controle had je niet continu natuurlijk, nee, omdat zeker je ook niet met andere politie meeloopt. Ja. Ik kan me herinneren, bijvoorbeeld in Kenia ga je achter illegale gokkers aan. Ja. Je weet ook niet of ze bewapend zijn, nee, en toch ren je er meteen achteraan. Ja. Zijn ja. dat momenten geweest dat je dacht van, ja, ik heb geen vuurwapen bij me, wat als het fout gaat? Nee, op de een of andere manier zit ik zo altijd als politievrouw zijnde in de modus van, die moet ik hebben, dus daar ga ik naartoe. Weet je, de burger stapt naar achteren, de politie stapt naar voren. Dus op het moment dat die verdachten aangehouden moeten worden, dan ga ik erachteraan. En ook al heb ik dan niets bij me op dat moment, ik had wel handboeien meegekregen van de collega's, dus ik kon die verdachten wel afboeien, hè, zoals we dat dan noemen. Maar ik kon niet, nee, ik heb dan geen moment twijfel, helemaal niet eigenlijk, nee. Een opmerking van Patricia, opmerking, want ze zegt, ik heb geen vraag, maar ik heb wel diep respect voor jou, Ellie. Oh, leuk. Dankjewel, Patricia. Ik ook voor jou. Kim vraagt, wat vond jouw vrouw ervan dat je naar dit soort gevaarlijke gebieden ging? Ja, nou, Boutje, gunt mij mijn geluk. En ze is natuurlijk heel erg blij wanneer ik weer veilig thuis kom.
Ik ook natuurlijk, want politiewerk is niet ongevaarlijk. Maar het gevaar zit in het onverwachte. En op het moment dat je gecontroleerde acties doet, dan weet je wie je tegenstanders zijn, dan weet je ongeveer wat je kan verwachten. En als de onverwachte actie komt vanuit de politiekant, is de tegenstander verrast. Dus je staat altijd met 3-0 voor dan. Maar het gevaar zit vaak in het onverwachte. En dat kan een simpele verkeerscontrole zijn, waarin je iemand om rijbewijs en het kentekenbewijs vraagt. Die doet zijn dashboardkastje open en die pakt een vuurwapen daaruit. En je ziet me op een gegeven moment ook in Albanië, dat was afgelopen dinsdag, zie je me ook meekijken in dat dashboardkastje, wat die persoon daar uithaalt. Want mijn collega die naast die bestuurder staat, aan die kant buiten de auto, kan dat niet zien. Weet je, dus daarin hou je rekening met elkaar. Dus dat was niet je vraag. Jouw vraag was, hoe Bouk je dit vond? Nou, Bouk die kent mij natuurlijk al 18 jaar. Dus die weet wel een beetje hoe ik in elkaar zit. En ik heb altijd gezegd, als iets mij overkomt, is dat niet omdat ik niet voorzichtig ben geweest. Dus, Dat onverwachte waar je het over hebt, daar zit het gevaar in. Maar op het moment dat je in een land bent waar je dus de taal niet spreekt. Ja. Klopt. Heb je vaker dat soort onverwachte situaties? Zeker. Dus het is voor mij dan ook altijd heel belangrijk dat ik precies weet wat er gebeurt. Toen we in Bogota waren, is Spaans de voertaal. Ja. Nou, mijn Spaans is ronduit slecht. Maar dan rijdt er dus een auto mee met een vertaler. He, die rijdt dan achter onze auto. Dus ik krijg een soort van parallel vertaald wat er dan gezegd wordt. Dat is ook belangrijk. Want als je plotseling in een situatie zit, moet ik niet 10 seconden later horen wat er aan de hand is. Want ik moet ook kunnen acteren. Nou, en verder in alle landen hebben we Engels gesproken met elkaar. Maar je ziet wanneer het spannend wordt, dat mensen natuurlijk altijd terugvallen op hun eigen taal. Dus daar zit wel een risicofactor in. Daar heb je gelijk in. Ja. Ja. Ga ik naar een vraag van Frankie. Je bent bang voor vliegen. Hoe kregen ze je toch in de helikopter? Nou, ik ben niet per se bang voor vliegen, maar ik sta liever met mijn voetjes op de grond. Want je was nog nooit in een helikopter geweest? Nee, en ik heb al eerder gezegd ook, dat is ook niet voor niks. Want ik vind dat best wel spannend. En toen we 10 meter hoog zaten, zei ik ook tegen de piloot, this is high enough. Ja. En, maar weet je, op het moment dat je dan onderweg bent en je gaat in die patrouille, we zaten toen nog in een achtervolging, ja, dan ben ik dat alweer kwijt. Ja. Maar vliegen is niet een van mijn favoriete bezigheden. Nee, omdat ik het ook niet snap hoe zo'n zwaar ding de lucht in kan. Nee. Ja. En het is ook een beetje controle uit handen geven. Tuurlijk, daar gaat hij weer. Ja. Ja. Wat ik mezelf nog afvroeg, want je bent ook op pad natuurlijk met een cameraman. Ja. Op een gegeven moment hoor ik je ook tegen hem zeggen van kijk uit boven je, want er kan ook iemand staan. Klopt. Is die cameraman dan ook getraind om in dat soort situaties te handelen? Ja, nou het is niet alleen een cameraman, er is ook nog geluidsman bij. Dat zijn Joep Venmans en Maarten Tielemans. En dat zijn zulke ervaren mensen, die zijn allebei al de hele wereld overgevlogen. Want ik ben dan in Bogota, nou zij zijn daar al 30 keer geweest, omdat ze spoorloos, vermist, met Peter R. de Vries, met John van de Heuvel, met Prees van der Spek al op stap zijn geweest. Ik heb ook heel veel van ze geleerd, ook als het gaat over de technische kant van televisie maken. Want ik doe natuurlijk ook maar wat. Hè. Ik ben natuurlijk gewoon Ellie van de politie. En ik ga natuurlijk proberen om de kijker mee te nemen door mijn letterlijk en figuurlijk blauwe ogen. Mm-hmm. Wat er daar op dat moment gebeurt. Nou ja, dan roept Maarten ineens van, Elle, neem even mee. Want voor mij zijn dingen soms heel normaal. Maar de kijker moet wel begrijpen wat er op dat moment gebeurt. Ja. Dus, en ja, ik voel me zeker verantwoordelijk ook voor hun veiligheid. Want je noemt een cameraman. Ja, die kijkt met één oog door zijn camera. Zware camera bij zich. Precies, dus die is daarmee bezig. Dus ik voel me dan wel verantwoordelijk ook. Want we willen wel allemaal veilig thuiskomen. Ja. Je kijkt nog steeds naar de livestream van Ellie op patrouille. En je kunt al je vragen aan Ellie stellen hieronder in de comments. En dan ga ik ze voorleggen aan Ellie. Filip heeft een vraag gesteld. Heel interessant. Hoe heb je je voorbereid op deze reis? Op deze reizen? Ja, deze reizen. Programma. Ja, want hoe lang was je per keer weg? Nou, we waren een week per aflevering weg. Dus dan moet je denken een reisdag, 5 draaidagen zoals we dat dan noemen. Hè. 5 opnamedagen en nog een reisdag. Dat is allemaal voorbereid door een redactieteam van de productiemaatschappij, van Medialane. En zij bereiden eigenlijk alles voor.
En op het moment dat de belangrijkste voorbereidingen dus gedaan zijn, dan wordt er met mij natuurlijk overlegd wat precies de bedoeling is. Ja. Maar soms werd ik geconfronteerd met van nou, El, je gaat te paard en je gaat in een heli en je gaat nog dit. Dat ik echt dacht, oké, heb ik nog nooit gedaan, maar dan moet ik paardrijlessen nemen. Want je moet wel een beetje leuk op een paard zitten, ja, natuurlijk. Dus, nou, ik heb me dus wel en niet voorbereid. Politiewerk is me natuurlijk niet vreemd. Ik weet hoe het is om op straat te werken. Maar er zijn wel verschillende onderdelen van het politiewerk die ik nog nooit gedaan had. Waaronder op bijvoorbeeld als ruiter, hè, op een paard zitten. En daar moet je dus wel de tijd voor hebben van tevoren. Zeker. Dus ik heb wel 2 paardrijlessen gehad. 2 keer 1 uur door een zandbak gelopen. Voordat ik op een grote knol in de buitenwijken, de achterbuurten van Bogota, op het troeien ging. Ja. Maar ik ben erop blijven zitten. Een opmerking van Marlies Zwart. Zegt, hoi Ellie. Hoi. Jacco, mijn zoontje van 10, zit naast me. Ja, Jacco. Heb je nog tips, vraagt hij. Ik weet niet op welk gebied, maar ik denk op het gebied van hoe je een politieagent gaat worden. Nou Jacco, het allerbelangrijkste is dat je je school afmaakt. Je moet een diploma hebben om bij de politie te kunnen. Dat is heel belangrijk. En je moet van onbesproken gedrag zijn. Dat klinkt een beetje streng, maar dat betekent dat je niet een bekende mag zijn van de politie. Hè. Dus je mag niet door de politie aangehouden worden. Want dan kom je in ons systeem terecht en dat gaat je niet helpen bij je sollicitatie. Dus doe goed je best op school en zorg dat je nooit opgepakt wordt door de politie. Dan ben je hartstikke welkom. Nou, dat zijn goede tips. Ook waar je iets aan hebt voor de rest van je leven. Gewoon. Niet alleen sowieso, als je politieagent wil worden. Dus voor de rest van je leven zijn deze precies. Tips, Jacco. Ik heb een vraag van Esther. Een leuke vraag, Esther. Mag je de pakken die je aangemeten krijgt ook houden of moet je deze teruggeven? Ik moet ze teruggeven en ik heb wel van alle politiekorpsen waar ik geweest ben, heb ik een pet meegenomen. Niet meegenomen in de zin van gepikt natuurlijk, maar wel gekregen. Ja, dus ik heb nu 6 petten liggen thuis. Maar ik hoef dat ook niet allemaal. Wel heel leuk, want ik kreeg in Bogota kreeg ik echt een uniform aangemeten. Dat hebben mensen waarschijnlijk ook wel gezien. Ja. Met mijn naam erop. Teniente, hè, want ik ben inspecteur van rang. Ellie Lust. Ja. En daar heb ik 1 van de hemden van meegekregen. Dus die hangt bij me in de kast. Mooi. Ja. Een vraag van Paul. Deden de politiekorpsen zich anders voor vanwege die camera die er altijd bij was? Nou, je ziet natuurlijk altijd wel dat op het moment dat er een cameraploeg is, dat mensen veranderen. Ik ben ook niet naïef. Ik weet echt wel dat er corruptie plaatsvindt in sommige korpsen. Mm-hmm. Kenia staat ook bekend als een land waar de politie veelvuldig zijn vuurwapen grijpt. En er ook soms best wel veel geweld is. Ja, en de realiteit is natuurlijk dat ik dat niet zie. Ik probeer dat soms wel voorzichtig ter sprake te brengen. Maar ik kom niet op een punt waarop mensen zeggen, nou, de Ellie Lust, je hebt gelijk. We zijn eigenlijk allemaal wel een beetje corrupt. En by the way, vorige week hebben we er ook weer 3, hard gezegd, doodgeschoten. Hmm. Dus daar kom ik niet. Hè? Nee. Maar dat is ook niet mijn doel. Ik ben daar niet om mijn collega's te bashen. Ik wil weten onder welke omstandigheden, met welke middelen ze hun werk moeten doen. Maar ik begrijp de vraag heel goed. Ja, want daarin ben je wel afhankelijk van hoe open zij zich opstellen natuurlijk. Ja, dat ook. Is ook zo. En we zien soms ook wel dat een land natuurlijk een soort van de kans wil grijpen om zich van zijn beste kant te laten zien. Ja. Maar juist ook in de actie kunnen politiemensen zich laten zien als een politiekorps wat daadwerkelijk handhaaft en daadwerkelijk ingrijpt als er iets is. En dat maakt het, ik bedoel, dat is het onverwachte, het verwachte. Mm. Ja, en maakt het programma denk ik zo leuk. Omdat je vanuit allerlei gezichtsstandpunten mee kan kijken met buitenlandse politiemensen. Ja. Ja. Een vraag van Monique. Wilde je altijd al politieagenten worden? Ja, ik heb nog even getwijfeld tussen gymjuf en politieagenten worden. Tot mijn gymjuf tegen me zei, Ellie, realiseer je dat sommige kinderen niet te bewegen zijn? En toen dacht ik, ja, dat klopt wel. En ik was altijd al wel heel erg enthousiast over de politie-series uit mijn jeugd. Ja, welke? Cagney & Lacey voor de oudere Facebook-volger. Charlie's Angels, Hill Street Blues. Ja, vond ik altijd een hele opsporing verzocht. Keek ik als tiener altijd thuis ook. En ik had toen natuurlijk niet kunnen bedenken
dat ik ooit in een eigen programma zou zitten wat mijn naam zou krijgen. Nee. Dat is nooit voor mij doel op zich geweest. Ik ben nu bijna 31 jaar bij de politie. Dus toen ik 32 jaar geleden dat formuliertje invulde, had ik niet kunnen bedenken dat ik nu hier zo op de bank zou zitten. Nee. Want toen hadden we namelijk ook nog geen Facebook. Nog lang niet. Op Facebook een vraag van Judith. Een hele leuke vraag. Als je een nieuwe bekeuring zou mogen bepalen, wat zou dat dan zijn? Oh, dat is een leuke vraag, ja. Nou ja, ik ben slecht in onverdraagzaamheid. Ik vind dat, en dat komt natuurlijk ook omdat we met zoveel op een klein stukje aarde zijn. Ik vind dat mensen erg onverdraagzaam zijn naar elkaar. Het gescheld op elkaar in het verkeer op het moment dat er ook maar iets niet snel genoeg gaat. Het korte lontje. Ja, dat korte lontje. Dus ik zou wel een bekeuring willen schrijven, uit willen schrijven voor mensen die een tekort lontje hebben. En daar hangen we dan ook meteen met €250 aan vast. Over te maken naar een goed doel. Nou, dat is een flinke boete is dat. Er komen nog 3 afleveringen. Wat kunnen we nog verwachten? We gaan volgende week naar San Francisco. San Francisco is een stad die best wel lijkt op mijn Amsterdam. Qua grootte, maar ook qua liberaal zijn. Het is daar bijvoorbeeld niet verboden om een jointje te roken. Nou, dat zie je natuurlijk. Dat is in Amerika een soort van vergrijp. Ja. Daar ga ik vooral mee met de collega's die met de daklozen werken. Mm-hmm. Dan de week daarna ben ik in Dubai. Dubai is een van de 7 Verenigde Arabische Emiraten. Daar is heel weinig criminaliteit. Dus ik ga dan iedereen meenemen in wat daar dan wel is. De bijzondere dingen die er zijn. Want het is een land wat zich eigenlijk in alles willen ze het beste zijn. Dus ik laat bijvoorbeeld eens een klein stukje een smart police station zien. Dat is 24 uur per dag open. Daar werkt niemand. Als je binnenkomt, dan word je verwelkomd door een stem. Dat is heel bijzonder. Maar ik train daar ook mee met een VIP-beveiligingsunit van vrouwen. Ja. Omdat er veel gescheiden is, mannen en vrouwen. Dus vrouwen worden beveiligd door vrouwen. Ja, want dat is wel een vraag van Marianne ook. Hoe is het voor een vrouw om in het buitenland bij de politie te werken? En ik denk in Dubai helemaal. Want ja, als vrouw en dan ook nog een blanke blonde vrouw. Ja, zeker. En ik hoefde geen hoofddoek op of zo. Hè. Dat had ik ook niet gedaan. Ik wil wel respectvol zijn aan de gebruiken van het land. Maar dat is zozeer iets wat niet bij mij hoort. Nee. Dat had ik niet gedaan. Maar tegelijkertijd is er in Dubai heel veel ruimte om te zijn wie je bent. Want we zijn op enig moment ook even op het strand geweest. Niet om daar op het strand te liggen, maar omdat we daar iets wilden opnemen. Daar loopt dan een vrouw volledig gesluierd. Maar er loopt ook een vrouw in een bikini. Dus dat kan allemaal. En ik heb daar meegetraind met vrouwelijke collega's. Die VIP-beveiligingsunit draaien. Dus die beveiligen de vrouwen van het Koninklijk Huis, de vrouwen van de sheiks. Dat zijn gehoofddoekte vrouwen, vrouwelijke collega's. Ja. Ja, top. Te gek. Ja. En de laatste wil ik alleen nog zeggen, ben ik in Israël. En dat is ook een hele bijzondere aflevering, omdat dat natuurlijk een land is wat al 100 jaar in oorlog is. En dat is iets wat wij in Nederland gewoon niet kennen. En niet om een, weet je, het is, ik ben daar nogmaals omdat ik wil zien onder welke omstandigheden mijn collega's hun werk moeten doen. Ja. Ja. Even kijken, ik heb een vraag van Arjan. Wat vond je het meest emotionele moment tijdens deze televisiereeks? We hebben het al kort over gehad, hè? Ja. Momenten waarop je echt heel erg geraakt werd. Ja. Bijvoorbeeld door die kinderen in Kenia. Klopt, dat vond ik wel. Dat hebben mensen denk ik ook wel kunnen zien. Ik ben natuurlijk over het algemeen, blijf ik altijd professioneel. Zeker als het mijn werk aangaat. Dat betekent niet dat ik ongevoelig ben. Want als ik zie waar de kinderen in Kenia mee te maken krijgen. Die kindertjes die zijn toekomstloos. Ja. Die zijn verloren. Die zijn verslaafd aan lijm. Al op 12 jaar alcoholverslaafd. Moeten zichzelf prostitueren om voedsel te krijgen. Ja, dat is ongelooflijk. Dan hebben wij het zo goed in Nederland. Dat raakte me echt wel. Ja. Ja. En hoe laat jij dat dan weer los? We hebben het natuurlijk met de ploeg ook over. Hè? Want ik ben niet de enige die dat ziet. Nee. Dus de anderen zien dat ook. En weet je, dat zakt gewoon weer. Het zakt net als alles wat ik heb 20 jaar op straat gewerkt in Amsterdam. Dus ik heb alles gezien wat mijn grote stad te bieden heeft aan ellende achter de Amsterdamse voordeuren.
En ja, dat zakt op een gegeven moment toch weer naar de achtergrond. Maar je kan het nooit meer niet gezien hebben. Dat is wel zo. En je moet het een plek geven. Zeker, dus. Ja. Een vraag van Julian die daarop aansluit. Dankjewel Julian voor je vraag. Wat is de vreemdste, gekste melding waar je ooit naartoe bent gestuurd in je carrière? Nou, ik ben ooit eens naar een melding gestuurd dat er een diertje in nood was in een dierenwinkel. En dat bleek een hamstertje te zijn. Die was, en dan heb je zo'n ratje. Ja. Oké, ratje, kooi. En dat hamstertje, die lopen er dan in, die was daar opgegaan. En die hing eruit, met zijn kontje eruit. Ja. En je lacht, dat is verschrikkelijk. Ja. Met zijn kontje eruit en met zijn kopje erin. Maar die anderen bleven rennen. Dus dat beestje zat de hele tijd zo, dat ratje, wat hij over zijn kopje. Toen hebben we die deur opengebroken. Hebben we dat ratje of dat hamstertje gered. Maar de deuren van de kooi? Van de dierenwinkel. Oh. Want het was zaterdagnacht. Ja. En die dierenwinkel was tot en met maandag gesloten. En het is wel gelukt. Hij heeft het overleefd. Nou, het hamstertje heeft mij zelfs nog gebeten. Echt waar. Maar die was in doodsangst, denk ik. Maar dat was wel een gekke melding. Dat is een gekke melding, ja. Kenneth vraagt zich af, Ellie, ben je zelf ooit in aanraking gekomen met de politie? Heb je zelf ooit iets uitgevreten? Nee. Nee. Helemaal geen strafblad, helemaal blanco. Nee, weet je, ik ben natuurlijk ook een Amsterdammer, dus ik fiets wel eens door Oranje. Maar ik ben me ook altijd bewust van mijn voorbeeldfunctie wel. Ja. En ik heb het wel eens gehad dat ik ergens door rood licht fietste en dat ik in onvervalst Amsterdams achter me hoorde. Nou, dat zou jij toch moeten weten. Ja, mooi is dat. En dat klopt ook. Ja, een vraag van Mireille die daar wel op aansluit is. Je bent uitgegroeid tot een voorbeeld voor mensen. Wat doet dat met je? Nou, daar ben ik wel trots op. Ja, ik vind het wel heel bijzonder. Kijk, het is nooit voor mij doel op zich geweest. Het is nooit iets wat ik heb nagestreefd, maar het is wel gebeurd. En ik ben gewoon Ellie, hè? En ik ben de dochter van de melkboer. En ik heb nog altijd dezelfde vrienden. En ik ben nog altijd Ellie van de politie. En nu ook een beetje Ellie van de televisie. Ja. En weet je, dit is het. En er is geen andere versie van mij. En ik vind het bijzonder dat ik die rol mag hebben. Ook voor mijn werk voor Roze in Blauw, hè, bij de politie. Ja, daar is ook een vraag over. Van dat Roze in Blauw, zou dat ook wat zijn voor de buitenlandse politiekorpsen? Jazeker, natuurlijk. Ja. Misschien kun je even uitleggen wat Roze in Blauw is. Een speciaal politieteam in Nederland. Alle politieeenheden hebben dat inmiddels. Waarbij politiemensen speciaal aanspreekpunt zijn voor de LHBT-gemeenschap. Dus lesbisch, homo, biseksueel, trans, gendergemeenschap en alle varianten daarop. Dat als mensen te maken krijgen met geweld of gedrag tegen zich gericht, dat ze naar dat speciale team toe kunnen. En dat is eigenlijk met de bedoeling om de drempel zo laag mogelijk te maken. Want we zien dat wanneer het over zo'n persoonlijk onderwerp gaat, dat de stap naar de politie te gaan vrij groot is. In antwoord op je vraag, ja, ik zou willen dat dat overal in de wereld zou zijn. Ik heb het tijdens deze opnames niet ter sprake gebracht, omdat ik er niet voor dat onderwerp was. Nee. En dan zie je dat in San Francisco dat een veel gemakkelijker onderwerp is om over te spreken, omdat ik daar ook met collega's heb gewerkt die tot die gemeenschap behoren. Maar in Bogota vraagt een collega aan mij of ik getrouwd ben en kinderen heb. En dan zeg ik, nou, het eerste klopt, maar het tweede niet. En dan laat ik in het midden waarom dat zo is. Ja, want als je het wel zou vertellen, denk je dan dat er problemen van zouden komen? Dat weet ik niet, maar ik wil het programma dan niet in gevaar brengen. Nee. Weet je, dat is dan de tweede dag dat we daar zijn. Ja. En misschien disqualificeer ik die collega volledig, want misschien was hij er helemaal oké mee geweest. Ja. Maar ik neem dan toch de gok niet, omdat ik het land onvoldoende ken waar het dit onderwerp betreft. Ja. En dat is wel iets wat hetero mensen zich nooit realiseren, hè? Dat je altijd, overal, in welk land dan ook, moet je altijd op je hoede zijn. Omdat je nooit weet of je open kan zijn over wie je bent. En hoe open ik ook hier ben, dat heb ik ook in het buitenland. Ja. Ja. Je bent nu klaar met de opnames. En ja. Rosa vraagt zich af, wat doe je om te ontspannen in je vrije tijd? Nou, ik vind het al heerlijk als ik gewoon rustig op kan staan 's ochtends en lekker een kopje koffie kan nemen, lekker met ons hondje Loetje naar buiten kan, heerlijk een boswandeling maken. En eigenlijk is thuis zijn voor mij wel de plek waar ik het meeste ontspan, omdat in de buitenwereld mensen toch vaak nog weer iets gaan vragen, omdat mensen me dan misschien kennen, dan willen ze iets vragen of ze willen op de foto. En dat is eigenlijk, dus ik moet in de buitenwereld altijd aanstaan. Ja.
En in mijn binnenwereld, thuis, hoeft dat natuurlijk niet. En ik hou er ook van om met vrienden lekker uit eten te gaan bijvoorbeeld. Of bij vrienden thuis te gaan eten. Dus ik heb geen grote en meeslepende hobby's, realiseer ik me nu. Maar ik ben een beetje, ik kan ook een huismusje zijn. Of een huislusje, wat je wilt. Anita vraagt zich af, komt er een tweede seizoen van Ellie op patrouille? Nou, ik hoop het van harte. Ik wil er wel 10 maken. Ik vind het fantastisch om te doen. Dus ja. Ik zou heel veel series nog willen maken. Ja. Ja. En dan een vraag van Marije die daarop aansluit. Naar welke landen zou je dan nog meer willen gaan? Welke landen staan op je lijstje? Maakt me niet uit. Nee, want elk land is voor mij bijzonder. Omdat ik heb wel gereisd voor mijn werk ook. Ook voor dat team Roos in Blauw. Maar echt daadwerkelijk mee op patrouille met collega's in buitenlanden is voor mij allemaal bijzonder. Ja. Ja, dus elk land is hartstikke welkom. En Roy vraagt zich af, je bent politiewoordvoerder, maar kom je ook nog wel eens op straat? Ja, heel soms draai ik ook nog mijn diensten mee op straat. Dat doe ik omdat ik vind dat ik daarmee daardoor een goede woordvoerder kan blijven. Ik heb aardig wat meters op straat al liggen, omdat ik 20 jaar op straat heb gewerkt. Maar ik vind het wel belangrijk om af en toe ook nog een dienst op straat mee te werken, ja. En merk je dan dat mensen op straat je anders benaderen, nu je bekender bent geworden? Nou ja, weet je, als ik dan een bekeuring uitdeel, dan vinden ze het hartstikke leuk dat ze hem van mij krijgen. Dus ja. Dan moeten we ook nog even op de selfie. Selfie, ja. Dat doe ik dan ook, hoor. Jeroen, wel betalen. Jeroen vraagt, je loopt in het programma regelmatig zonder wapen. Ja. Ja, hoe voelt dat? Nou, niet compleet. Het voelt niet compleet als ik mijn wapen niet draag. Kijk, in Nederland heb ik natuurlijk mijn dienstpistool, maar ik heb ook mijn pepperspray, weet je. Je hebt nog een wapenstok bij je, dus dan ben je omgehangen. Dus dan, dan heb je je volledige wapenuitrusting. Mm-hmm. Dat heb ik daar niet. Ik heb soms wel handboeien bij me. Maar dat kan ook niet in het buitenland, omdat dat heeft allerlei juridische redenen. Want als ik daar wel dat wapen zou moeten gebruiken, dan kom je in een enorm langslepend verhaal van vuurwapengebruik door een politiecollega vanuit een ander land. Dus daar kiezen de korpsen niet voor. Ik heb in de serie wel een paar keer geschoten, maar dat is dan meer in trainingen. Ja. En ik vind het belangrijk dat we een veiligheidsvest dragen. Dus die hebben we nu zelf aangeschaft vanuit Media Alleen op productiemaatschappij. Ja. Voor de veiligheid van de crew, hè, van de ploeg. Ja. Want ja, er kan altijd iets gebeuren. Dus we moeten ook beschermd zijn. Want je bent in de serie ben je echt een deelnemer. Hè? Ja. Je gaat echt mee op patrouille. Is het dan ook wel eens frustrerend dat je denkt van, nou, ik wil ook advies geven. Ik heb ook zelf mijn ideeën over hoe het hier beter kan. En dat moet je dan eigenlijk een soort van inslikken. Ja, dat is, ja, tuurlijk. En ik draai ook wel echt mee. Je ziet me ook in de uitzending met Dubai bijvoorbeeld ook echt wel even ingrijpen in een ruzie die dreigt te ontstaan na een aanrijdingje. Mm-hmm. Gewoon een blikschade aanrijdingje, kopstaart noemen we dat. En dan vind ik dat even misgaat in het contact onderling. Dus dat doe ik dan wel, dan grijp ik wel even in. Maar ik ben ook te gast. Hè? En ik ben ook opgevoed met als je te gast bent, dan gedraag je je ook als een gast. Ja. Dus ik ga niet daar even laten zien wie Ellie Lust is en wat Ellie Lust er allemaal van vindt. Ik vind dat ik daarin ook een gepast bescheiden rol moet nemen. Ja. Dus ik draai mee. Maar ik kijk natuurlijk ook veel naar wat mijn collega's doen. Want dat is natuurlijk ook leerzaam voor mij. Want ik moet ook nog op de ploeg letten en ik moet ook nog de kijker vertellen. Dus soms ontkom ik er ook bijna niet aan om eventjes ook op de achtergrond mee te draaien. Ja. Marloes die zegt complimenten voor je programma, Ellie. Dankjewel, Marloes. Gerda heeft wel een suggestie. Ga je in een volgend seizoen ook naar Suriname? Heel graag. Ik zou het fantastisch vinden om naar Suriname te gaan. Dus die staat wel op mijn verlanglijstje. En Carolina zegt, nou, dat hamstertje zal je super dankbaar zijn geweest. Ja. Nou, valt wel mee, want hij heeft je gebeten. Hij heeft me gebeten. En Nikki die vraagt zich af, wat staat er bovenaan op je bucketlist? Sowieso. Ja, wat wil je nog doen? Ja, dan komt er eigenlijk een soort van saaie antwoord. Dus dat ik heel graag gezond wil blijven. Want dat betekent dat je dus alles kunt blijven doen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen die ik lief heb. Mm-hmm. Als het gaat over werk, laat ik eigenlijk alles open. Dat ik
nu hier zit en Ellie op patrouille heb mogen maken met een hele ploeg fantastische mensen, dat had ik al nooit voor mogelijk gehouden. En ik denk dat het mooi is om je mee te laten nemen door het leven. Want dit, hier vloeit ook weer iets uit voort. Weet je, dus als je meegaat met de flow van het leven, dan komen vanzelf de mooie dingen ook op je pad. Misschien een beetje filosofisch voor de dinsdagavond. Tussen de gemeenteraadsverkiezingen, het debat erdoor. Maar je wilt het niet te vastpinnen van dat wil ik nog bereiken. Je wilt gewoon zien. Ja, het komt het wel. Het komt wel. Ja. Of niet, hè? En dan is het ook goed. Jan, die zegt, je hebt in Colombia paard gereden. Ga je dit vaker doen? Want er was wel een klik, hè, tussen jou en het paard. Ja, zeker. Maar ik vind paarden ook hele mooie dieren. Dus ik heb met veel plezier op Geronimo gezeten. Ik hoopte nog even dat Geronimo een ponnetje was, maar dat bleek niet zo te zijn. Maar paardrijden vind ik, dat kost veel tijd. Hè, want het is niet zo van dat ik op een gezadeld paard stap. Dan wil ik het dier ook verzorgen en zadelen en daar ook een band mee krijgen. En dat laat mijn agenda eigenlijk nu niet zo toe. Weet je, ik ben vanmorgen om 8:30 begonnen, niet om zielig te doen of zo. Om 8:30 begonnen met mijn politiewerk. En dan zit daar ook voor mij, zeker in deze tijd, nog wel vaak werk aan vast wat gekoppeld is aan Ellie op patrouille. Wat ik met heel veel liefde en plezier doe. Maar daar past dan paardrijden nu even niet in. Maar ik sluit het voor de toekomst zeker niet uit. Nee. En de laatste vraag. De laatste vraag. Wat heb je geleerd van dit avontuur? Van het meekijken bij je buitenlandse collega's? Ja, eigenlijk ben ik me eigenlijk vooral gaan realiseren hoeveel zegeningen we hier in Nederland kunnen tellen. Hoe goed het georganiseerd is, ja, ook weet hier. Je, als ik ga kijken, als ik zie hoeveel armoede er is in de wereld, hoeveel mensen in een afschuwelijke situatie zitten. Dat is in Nederland ook zo, hè? Ik bedoel, daar wil ik niks aan afdoen. Maar wij hebben zelfs geen zwerfhonden, zeg ik wel eens. Nee. Wij zorgen zelfs voor onze hondjes. Zwerfkatten worden ook gevangen. Precies. Ja. En dat zegt iets over de welvaart in je land. Ja. Dus als ik iets zou willen zeggen, is wees alsjeblieft een beetje lief voor elkaar. Verdraagzaam voor elkaar. Ik ga toch weer preken natuurlijk. En weet wat je hebt.